Het historische Binnenhof in Den Haag, dat reeds meermalen een toneel is geweest van grote gebeurtenissen, vindt ditmaal een zeer bijzondere plechtigheid plaats. 20 mannen en vrouwen die in de bezettingsjaren de bemanningen van neergeschoten geallieerde vliegtuigen uit de handen van de vijand wisten te houden, worden voor hun dapperheid onderscheiden. De Amerikaanse kolonel Frank M.S. Johnson reikt hen de Medal of Freedom uit, de vrijheidsmedaille, de hoogste burgerlijke onderscheiding die Amerika te vergeven heeft. Duizenden hebben zich in de bezettingstijd op de een of andere wijze met dit gevaarlijke werk bezig gehouden. En de geallieerden weten deze spontane hulp naar waarde te schatten.